Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een soort van aparte video slash vlog slash facecam slash update slash weet ik het. En vandaag jongens ga ik met jullie hebben over de series op Shadow Games 23. Op dit moment draait er, als het goed is, Feed the Winnie. Ik moet allemaal in mijn hoofd doen trouwens. Feed the Winnie, Ronald speelt Minecraft, Minecraft Hunger Games. Lego Star Wars, Osmos Die, GTA 5, that's it volgens mij. Nou, in ieder geval, Feed the Winnie is dus zeg maar een modpack survival met Jelle en Ivo. Heb je nog niet bekeken? Ga hem kijken, het is echt hilarisch. Het is niet op dagelijkse basis, het is zeg maar op een soort van like-based basis. Als ik genoeg likes krijg, komt de volgende aflevering. Jullie hebben echt gewoon het hoogste aantal likes gehaald wat ik ooit heb gekregen. Volgens mij praktisch bijna 50 likes. Wauw, dat is echt master. Ik wil even iedereen bedanken wie een like onder Feed the Winnie heeft achtergelaten. Dat is echt master. Er komt meer Feed the Winnie in jullie kant op, geloof me. Maar, in ieder geval, daarnaast zou Pixelmon komen. Alleen Pixelmon, dat gaat niet, want er zijn heel veel problemen met Ivo's server geweest. We hebben nou, als het goed is, alles klaar. Hij draait de server nou op een andere computer. Dus nou moet alles helemaal goed zijn. Het moet helemaal goed zijn. En we hebben allemaal backups gemaakt. Dus nou kan niks meer fout gaan. Dat is gewoon niet mogelijk. En we zijn wel begonnen met een nieuw soort. Iets van Feed the Winnie. Want na de allereerste aflevering, die faalde enorm. En daarna zijn we de map kwijtgeraakt. Want er waren nog steeds heel veel problemen met de server. En hebben we volgens gezegd, weet je wat, fuck it. We zetten het over naar de andere computer. Zodat het voorlopig nou altijd goed werkt. Want we waren aan het experimenteren en alles deed het daar in principe goed op. Alleen nou, ja, ze hebben die map dus kwijt. En we zijn dus overnieuw begonnen, maar dit is nog... Jullie dachten dat dat gekkigheid was. Nou, wauw, dan moeten jullie dit gewoon kijken. Dit is niet normaal. Maar goed, dat was dus zeg maar Feed the Winnie en Pixelmon. Ja, dat, ik weet niet wat ik daarmee wil. Er wordt op dit moment, heel YouTube wordt ondergespamd met Pixelmon. We hebben heel veel pogingen gedaan om Pixelmon op te nemen. Maar Ivo en Jelle hebben niet zoveel zin meer in. Ik wel, alleen ik heb er geen ruimte voor op Shadow Games 23 op dit moment. Want er wordt al genoeg Minecraft shit gedraaid. Want nee, we hebben dus Feed the Winnie, wat heel vaak wordt geüpload tegenwoordig. Nou, wat ik ga doen, dat klonk niet echt goed. Ik ga binnenkort heel veel Feed the Winnie uploaden, dat wil ik zeggen. Dan loopt Minecraft Hunger Games. Dat gaat heel goed. Daar ga ik binnenkort iets mee doen met dagelijks Hunger Games. Ja, dat komt binnenkort nog. Dan hebben we Ronald's op Minecraft. En wel, dat zijn drie series van Minecraft. En binnenkort komt nog 1.7 uit ergens die kant van op. Dus dat moet ook weer een survival voor gedaan worden. Dus ik kan geen extra Minecraft survival serie hebben op dit moment. Dus Feed the Winnie vinden jullie echt fantastisch. Dus daar gaan we gewoon mee verder. Ronald's op Minecraft ga ik proberen wat meer te doen en zo. Een paar afleveringen per week. Niet meer iedere dag, want dat is gewoon niet meer te doen. Als ook 1.7 uitkomt, dan ga ik proberen om deze Ronald's op Minecraft te eindigen. Ik ga binnenkort achter de Wither aan. Ik ga binnenkort achter de Ender Dragon aan. Dus al die munk gaan we allemaal doen. Dus maar goed, dat was dus zeg maar dat Hunger Games. Dat wordt dus binnenkort op dagelijkse basis geüpload in december. Maar liefst jawel in december. Want nou ja, ik ben, ja, vorig jaar, zo rond december, ben ik echt veel Hunger Games gaan doen. Dus het lijkt me cool om dan gewoon, zeg maar, iedere dag Hunger Games te uploaden. Gewoon iedere dag een Hunger Games aflevering. Tim en ik kijken er heel erg naar uit. Nog wel wat meer mensen waar we mee mee willen gaan doen en zo. Er is heel erg ook veel vraag naar Hunger Games op dit moment. Dus we gaan heel veel Hunger Games uploaden in december. Iedere dag een Hunger Games aflevering. Kijk, ik zeg wel een soort van, ja, december wordt Minecraft maand. Dan gaan we heel veel adventure maps doen. Cops en Robbers komt terug. Jawel, dat willen we terug gaan brengen. En er wordt gewoon heel veel Hunger Games en andere Minecraft series geüpload in december. Dus kijk daarna uit trouwens. Dan de andere series. Ik heb, laat me even bekijken hier. Ik heb Indiana Jones 1 gekocht. Super chille game. €15 of zo bij de Gameshop Twente. Super chill gewoon. Dit is echt, dit is mijn favoriete Lego game. Want dit was mijn eerste Lego game. En super chill. Echt deze game is zo master. Ik wil deze gaan doen. Zo rond de kerst, zeg maar. Ik wil na Lego Star Wars, wil ik eerst nog een serietje doen. Niet echt gigantisch lang is. Maar gewoon net zoiets als Osmos Die. Weet je wel, gewoon wat kleiner en zo. Ik zit eraan te denken om Osmos Die 2 te doen. Want dat lijkt me wel cool om Lego Star Wars af te maken. Dan Osmos Die 2 en dan Indiana Jones. Dus dat lijkt me super cool om te doen. Laat even achter in de comments wat jullie van dat idee vinden. Want jullie vinden Osmos Die geweldig. En daar bedank ik jullie allemaal voor. Dus Osmos Die 2 komt vermoedelijk na Lego Star Wars. Ik moet wel aanzien te komen natuurlijk. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Maar
Ja, daarna komt dus Indiana Jones 2 na Orcs Must Die 2. Of nou, Indiana Jones komt na Orcs Must Die 2. Even goed zeggen, hè. Maar trouwens, mijn haar zit voor geen centimeter. Ik dwaal af, maar het boeit me niet. Mijn haar, dat zit nooit. Dus ja, verwacht er ook niet te veel van. Maar goed, het is wel heel erg vandaag. Nou, maar in ieder geval. Dus trouwens is er een nieuwe Lego game uitgekomen. Marvel Super Heroes of zoiets, ik weet het ook allemaal niet. Die is uitgekomen, wel chill, maar... niet mijn game, denk ik. Ik hou wat meer van de OG oude games. Gewoon simpel. Dit is ook 7+. En als ik ook naar Lego Star Wars ga, die is volgens mij wel 12+ of zo. Wordt het wat ingewikkelder. En volgens mij is de nieuwe Indiana Jones 2 alweer 13+. Dus Indiana Jones 2 vind ik echt gewoon kut. Lego Batman, DC Super Heroes 2 vind ik echt gewoon kut. Dus Marvel Super Heroes zal niks anders zijn. Dus die ga ik denk ik niet halen. Er zijn wel eens wat playthroughs op YouTube. Misschien ga ik dat checken. Ik weet het niet. Op dit moment heb ik er geen plannen voor. Want ik wil deze graag doen. Misschien had ik gezegd van... Nou ja, dan doen we gewoon meteen naar Lego Star Wars. Doen we gewoon die Marvel erachteraan. Maar nee, ik wil een pauze tussen Lego Games. Maar ik wil wel Lego Games op Shadow Games 23 houden. Dus als deze klaar is, zeg maar... Dan wil ik denk ik doorgaan naar Harry Potter. We zien dat allemaal nog wel. Goed, maar goed. Deze heb ik dus gekocht. Verwacht deze zo rond de kerst op Shadow Games 23. Tam-tam. Jawel, ik heb een GTA 5 voor de Xbox. Beste game van 2013. Vind ik. Ik vind dit de beste game van 2013 die er is. Ik heb gehoord dat die in 2014 op de PC uitkomt. Daar ga ik niet op zitten wachten. Dus ik heb gewoon YOLO gedaan. Ik heb hem op de Xbox gekocht. Als er mensen zijn die uitkijken naar de PC-versie, koop gewoon een Xbox. Ik wou wachten voor de PC-versie. Nee. Deze game voor de Xbox is beter dan op de PC. Het rijden lijkt op Forza Horizon. Gewoon al die race games, daar lijkt het uit. Het rijden allemaal op. Het schieten lijkt op Call of Duty. Het is een mix tussen Forza Horizon, zeg maar, en Call of Duty. En daar zit een stuk van GTA 4 bij. Dus het is, zeg maar, een soort van asociale Call of Duty Forza Horizon game. Ja. Het is echt master. Dus koop hem gewoon op de Xbox. Kom wel bij de Mediamarkt, daar is het wat goedkoper. Dus ja. Maar koop hem gewoon voor de Xbox. Het is de moeite erg waard. Dus ja, dat is één. Dit wordt trouwens dus een dagelijkse serie. Hij is allemaal al aan de gang en alles. En het is ook al allemaal dagelijks. Dus super chille game. Ik kijk er echt naar uit om ook online te gaan doen. We gaan nog online hiermee bezig, jongens. Trouwens, dat gaat echt een ding worden. Maar ik wil eerst verder in de campaign zijn, zodat ik wat meer snap van de hele GTA-meuk. Dus dat is één wat nou bezig is. Dus ja, goed, gaan we weer terug naar die kwestie van wat we nou precies na Orcs Must Die en na Lego Star Wars moeten doen. Nou, na Lego Star Wars had ik dus in de planning, nou, we doen gewoon Orcs Must Die 2, daarna Indiana Jones, of nou, in ieder geval een Lego game na Orcs Must Die 2. Dus dat is sowieso al klaar. Ik heb alleen nog maar een beetje jullie opinie nodig van, willen jullie dat? Zo ja, zeggen het, zo ja, nee. En dan kom ik met wat anders. Maar goed, wat moet er nou Orcs Must Die geüpload worden? Want aan het eind van de vakantie zal Orcs Must Die afgelopen zijn. Daar plan ik op om dat afgelopen te krijgen, zodat ik dan maandag na de herfstvakantie weer kan beginnen met iets nieuws. Maar wat precies? Dus daarvoor heb ik dit hele stapeltje games hier. Shit, sorry. Dat moest ik eigenlijk niet doen. Wat we nou precies na die verminktheid van Orcs Must Die 2 moeten doen. Wat we na Orcs Must Die 1 moeten doen. Ik zat te denken aan of Skyrim. Of de rest van die hele stapel. Dus ja, Skyrim, dat gaat ook dan op dagelijkse basis geüpload worden. Het lijkt mij heel cool om Skyrim te doen. Want het wordt winter. Dus dat is zeg maar echt een ding wat ik echt wil opbouwen op mijn kanaal. Is Skyrim. Dus laat achter in de comments, jongens. Zeg gewoon, ja, wij willen Skyrim na Orcs Must Die. Gewoon, zeg het gewoon. Als je het wil, zeg het gewoon. Ben je het er mee eens, zeg het ook gewoon. Want ik heb er echt heel veel aan. Want ik zit vast op dit moment. Ik weet niet wat ik moet doen na Orcs Must Die. Dus willen jullie Skyrim zien? Dan heb ik nog... eens even kijken, wat hebben we hier nog allemaal? We hebben hier nog Halo 3. Ga ik denk ik niks meer doen, maar ik heb hem wel. Dus ja. Fable 3 en Halo Reach gaan we ook niks meer doen, denk ik. Dan hebben we dit. Modern Warfare 3. Ik ga geen campaign van Modern Warfare 3...
doen. Ik ga geen multiplayer doen van Modern Warfare 3. Ik ga survival doen van Modern Warfare 3. Als jullie het willen, hè. Wat ik nou allemaal op ga noemen, dat komt online na Orgmas Dylan. Dus dat wordt van al die games die ik nou allemaal ga opnoemen, wordt één keuze gemaakt. Ik vind het allemaal eigenlijk wel prima. En dan komt er gewoon iets wat gewoon op redelijke dagelijkse basis geüpload gaat worden. Modern Warfare 3 Survival houdt zeg maar in. We gaan door alle levels van Modern Warfare 3 survivalen. En het gaat allemaal op normal mode. En dat gaat allemaal tot plus ronde 20. Dus het zal misschien niet iedere dag worden, maar sowieso één keer in het weekend en misschien dan nog één keer op woensdag of zoiets. Dat zie ik dan allemaal wel. Ik zie gewoon wanneer ik het upload. Maar ik ga wel proberen om dan één aflevering daarvan in het weekend online te krijgen. Want nou, het lijkt me cool om iets met Call of Duty te doen in het weekend. Dus ja, Modern Warfare 3 Survival. Willen jullie dat zien na Orgmas Dylan? Laat dat achter in de comments. Dan hebben we hier Death Island 1. Het is niet Death Island Riptide. Het is normaal Death Island 1. Vind ik zeg maar beter dan Riptide. Want Riptide lijkt van mij paar helemaal nergens op. Ik vind het echt een poepgame. Tenminste, ik heb er ook hele slechte recensies over van vrienden. En van kijkers zelfs nog via Twitter en YouTube en al die merk. Dus ja, willen jullie Death Island 1 zien? Super chille game is het gewoon. Het is echt, denk ik, mijn favoriete zombie game die er is. Left 4 Dead kan er niet aan tippen. Dus wil je Death Island inzien na Orgmas Dylan? Laat dat achter in de comments. Even kijken. Dan hebben we hier Halo 4. Dit is interessant, want ik kan de campaign doen van Halo 4. Heb ik nog niet gedaan, dus lijkt me super cool om te proberen. Death Island heb ik een stuk van de campaign gedaan, maar dat was 2 jaar geleden. Dus ja, het is een oude game. Maar ja, Mod of Shadow Games 23, we proberen ook oude games terug te brengen. Dus nou, terug in leven te brengen of zoiets. Ik ben mijn eigen mod al vergeten, het zal wel. Maar ja, Halo 4. Wil je dat ik de campaign ga doen of iets van multiplayer? Campaign zal op dagelijkse basis gaan. Maar de campaign of de ik ben nog steeds hartstikke verkouden over die kutgriep. Maar de Halo 4 dus. Multiplayer zal niet op dagelijkse basis gaan. Dat zal een paar keer per week gaan. Hangt vanaf wat we gaan doen met multiplayer. Als het gewoon wat live commentary zijn waar ik niet zo heel erg voor aan vind. Maar misschien vinden jullie het wel heel leuk. Dan kunnen we dat doen. Maar ja, de campaign lijkt mij persoonlijk leuk van Halo 4. Dus ja, laat gewoon achter. Willen jullie Halo 4 na Orgmas Dylan? Ja, wij willen Halo 4 na Orgmas Dylan. Wat willen jullie van Halo 4? Wij willen de campaign. Of wij willen multiplayer. Zeg het gewoon. Zeg niet, ja, we willen Halo 4. Daar heb ik geen reet aan. Zeg, wat wil je van Halo 4? Ik heb gewoon duidelijkheid nodig, jongens, in de reacties. Zodat ik precies weet wat ik moet doen. Als ik halfgebakken comments krijg, kan ik niks. Ik heb alleen comments nodig met wat jullie willen zien. Dat heb ik nodig. Goed, dan zat ik er nog aan te denken om iets te gaan doen met Black Ops 1. Black Ops 1 is een super chille game. Ik heb ja, wel een enorme grote voorkeur voor de zombies van Black Ops 1. Willen jullie de zombies van Black Ops 1 zien? Ik ga geen multiplayer doen. De campaign, daar kijk ik ook niet zo heel erg naar uit. Ik ben niet zo heel erg fan van die campaigns van Call of Duty. Dus willen jullie dan zombies zien van Black Ops 1? Hetzelfde verhaal van Modern Warfare 3. Het zal dan zeg maar een beetje, ja, een paar keer per week zijn en zo. En dan wordt het wel van alle zombie maps. Dus dan gaan we proberen om op iedere zombie map 120 plus te halen. Dus het is in principe hetzelfde als van Modern Warfare 3. En wat willen jullie dan? Willen jullie Black Ops 1 of willen jullie Modern Warfare 3 Survival? Zombies van Black Ops 1, Survival van Modern Warfare 3. Dus laat het gewoon achter in de comments. Ja, wij willen wel Black Ops 1 zombies na Orgmas Dylan. Dus ja, dan hebben we nog één ding. Dit is serieus, een van mijn favoriete campaign games. Dit is Halo 3 Anniversary. Het is niet dezelfde graphics als Halo 3. Deze heeft opgepopte graphics. AKA zoals, nou, zoals Reach. En Halo 4. En ja, dat was het volgens mij. Dus ja, dan gaan we de campaign doen. Het is echt super chill. Want Master Chief en alles. Het is een super chille campaign. Dus ja, ik zal een beetje alles op een rijtje gaan zetten hier. Nou, we hebben dus Halo Anniversary voor de campaign. We hebben een Halo 4 voor de campaign. Als jullie alsnog multiplayer willen zien, laat het achter in de comments. Ik heb er weinig vertrouwen in. Maar ja, als jullie toch willen, dan krijg je 100 reacties. We willen een Halo 4 multiplayer. Dan ga ik dat doen. Maar dus, Halo 4 zal voornamelijk campaign worden. Death Island. En Skyrim. Dus dit zijn zeg maar de campaign games. Skyrim gaan we de campaign van doen. Death Island gaan we de campaign van doen. Halo 4 gaan we de campaign van doen. En we gaan van Halo Anniversary de campaign doen. Dit is allemaal wat in principe naar Orgmas Dylan geüpload kan worden. Hè? En er wordt één van gekozen. Dus als ik halfgebakken comments kreeg van ja, we willen dit, maar we willen ook dat. Of ik kreeg een paar reacties. Dan ga ik voor mezelf kiezen. En dan weet ik al welke het gaat worden. Dan wordt het Skyrim. Dus ja, want ik wil heel graag Skyrim doen. Maar als jullie er gereed aan vinden, heeft dat ook niet echt zin. Dus ja, en dus zeg maar de survival dingen, dat zijn Black Ops 1 en MW3. Dus
Ja, Black Ops 1 zal zombies zijn, ronde 20 plus, alle mappen en deze Modern Warfare 3 zal ook survival zijn. Alle standaard mappen, want ik ga geen map packs meer kopen voor Modern Warfare 3. Maar voor Black Ops zombies heb ik alle map packs behalve 1, dus die wil ik dan nog wel halen voor de zombies. Maar ja, dit zal dus op alle basismappen zijn, zeg maar. Dus ja, dat is dat. Dus, dat is zeg maar het hele verhaal. Jullie kunnen dus kiezen. Ik zal het nog één keer op een rijtje zetten, omdat ik het echt, ik wil het duidelijk hebben. Dit gaat voor na Oxmos Die. Dus wat willen jullie zien na de herfstvakantie? Jullie kunnen één game kiezen. Modern Warfare 3 Survival, alle standaard mappen, ronde 20 plus. Black Ops 1, alle standaard mappen van zombies, ronde 20 plus. Oh ja, trouwens, map packs er ook bij. Halo 3 Anniversary Campaign. Halo 4 Campaign of Multiplayer. Death Island 1 Campaign. Skyrim Elder Scrolls 5 Campaign. Dit gaat dagelijks dan. Deze gaat dagelijks. Die gaat dagelijks. En die gaat dagelijks. Campaign games gaan allemaal dagelijks geüpload worden. De twee survival games, dus Modern Warfare 3 en Black Ops 1, een paar keer per week. Kan ik niks over zeggen. Ene keer komt er niks uit, andere week wordt het iedere dag geüpload. Who knows? Zien we dan wel. Dus, dat was dat. Hopelijk zijn jullie het allemaal een beetje met elkaar eens en kan ik gewoon één hoofdwinnaar kiezen, dat ik niet een tweede stemming hoef te houden, zeg maar. Dus jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Super lange video, ik weet het. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat likes achter, jongens. De likes gaan echt super master hier op Shadow Games 23 de laatste tijd. Vergeet ook niet even om te abonneren. Ik ben de 1030 subs gepasseerd. Dat is master. We zijn onderweg naar de 1100. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Volg me nog even op Twitter. @ShadowGames23. Heel belangrijk. Daar wordt de winnaar ook op bekendgemaakt. Jullie kunnen alleen stemmen vandaag. Trouwens, dus het gaat niet weken door. De winnaar wordt vandaag gekozen. Houd Twitter van mij in de gaten, zo rond 7 uur. 7 uur vanavond staat de winnaar van de game op mijn Twitter, @ShadowGames23. Staat het link hieronder in de beschrijving, staat het link op mijn kanaal. Volg het en hou het in de gaten, want vanavond 7 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. Welke game er wordt gespeeld op Shadow Games 23 na Orcs Must Die. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.